Dit is Tom. Hij werkt in een handelsonderneming en is verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten binnen deze organisatie. Als handelsonderneming is een webshop een must geworden om de concurrentie voor te blijven. Ook bij Tom kwam dus de vraag van de directie om een webshop te starten. Hier komt nogal wat bij kijken. Het verzamelen van de productafbeeldingen alleen is al een behoorlijke klus. Daarom heeft Tom gekozen voor Cartwise. Het inrichten van de webshop gebeurt via de back-office module van Cartwise. In de back-office module krijgt u onder andere inzicht in hoe uw webshop bezocht wordt. Het dashboard laat real-time het koopgedrag van uw klanten zien. Omdat het naadloos is geïntegreerd met uw ERP, zijn de meeste gegevens in Cartwise reeds bekend. U kunt eenvoudig uw catalogus indelen en extra informatie toevoegen aan een artikel. Meerdere talen worden standaard ondersteund en het toevoegen van reclamebanners is kinderspel. Cartwise biedt zelfs een integratie met barcodescanning, zodat uw klanten extra gemakkelijk kunnen bestellen. Uiteraard is het mogelijk om de webshop in uw huisstijl te presenteren. Cartwise is ook voor uw bezoekers een prettige ervaring. Zoeken verloopt snel en doeltreffend. Bestellen kan met één klik. Uw bezoeker navigeert moeiteloos door de catalogus. Alle informatie over een artikel is duidelijk en overzichtelijk in beeld gebracht, zodat zo het besluit tot aankoop snel kan verlopen. Nadat de bestelling is afgerond, wordt direct een orderbevestiging per e-mail verstuurd. Online inzicht in orderhistorie en backorders is binnen één klik voorhanden. De orders worden direct aangemaakt in uw ERP-systeem. Zie uw omzet stijgen. Uw webshop is per slot van rekening 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. Breng uw webshop in recordtijd online en geniet van de vele functionaliteiten, zoals klant- en consumentenwebshop, ondersteuning van meerdere talen, naadloze integratie met uw ERP, geavanceerde zoekmogelijkheden, inzicht orderhistorie en backorders, Google-optimalisatie en nog veel meer.